En met dit weertje, ja, ook 's avonds is het nog hartstikke zwoel en warm. En dan zeggen ze natuurlijk, Brabantse nachten zijn lang. Dus even kijken hoe dat het was toen onze Sam Franke gisteravond op pad ging. We staan hier op het water. Het is nog geen Breda Drijft, het is Breda Jazz vandaag. Alweer dag 3. Ik ga weer hier op pad en vandaag gaan we op zoek naar de Best of Jazz. Adres. Ben ik hier op het juiste adres? Ik ben hier op de juiste plek beland. Is dit de Best of Jazz? Dit is het allerleukste van heel Jazz Festival. Ik ben op het juiste adres gekomen, jongens. Dit is de Best of Jazz. Waarom is dit nou de Best of Jazz? Waarom? Kijk eens. Mensen staan hier te dansen. Helemaal niet. Mensen staan hier te feesten. Nee, ook niet. Wordt hier heel hard gezopen? Nee, ook niet. Ik denk dat je echt wel wat anders moet kijken, man. Is het jazz nou leuker in de late uren? Jazeker. En overdag is het ook best prima. Ik ben eigenlijk vandaag op zoek naar de Best of Jazz. Waar kan ik dat vinden? Volgens mij over een uurtje bij de Spinola. Is dit uw eerste dag? Nee. Met alle dagen hier? Nee, ook niet. Hebben jullie een beetje gescoord met de dames hier tijdens jazz? Oh, ik heb alleen maar koketten gescoord. Carnaval of jazz? Carnaval. Even zeggen jazz. Oh, nee, dat kan ik niet maken. Wij denken altijd. Blij mee. We weten allemaal nu wel inmiddels dat ik wel hou van een lekker salsa dansje. Gisteren heb ik het geleerd. Eens kijken of het vandaag weer zo leuk is als gisteren. Dankjewel, hè. En zo zie je maar, zwoel en gezellig, dat was het. Dus ook in de avonduren in Breda op deze 49e editie van Breda Jazz. Breda Nu.